Baal, 1 januari 2017. Voor een ex-crosser een dag als een andere. Voor een ex-voetballer na al het feestgedruis heel vroeg opstaan. Voor het eerst in 17 jaar rijdt Sven Nys niet mee in zijn eigen grote prijs. Minder stress zou je denken. Al wordt die maximum hartslag vandaag nog eens flink getest. Sven, goedemorgen. Hey. Beste mensen, gelukkig nieuwjaar. Beste mensen. Heb je goed gevierd? Nog nu wel mee. Wie? Met de vrienden hier boven, trouwens. Rustig iets gegeten. Moet je toch gegeten hebben? We hebben eigenlijk een moment gehad om eens goed door te zien. Ja, maar eigenlijk is dat wel binnen de perken gebleven. Ja, ik wist ook dat ik hier heel vroeg moest alweer zijn. Ja, want dat is nu wel natuurlijk, die dat die boom nog crossed, die moeten terug eigenlijk in de nieuwjaar. Er is eigenlijk niks veranderd. Maar wel iets meer gegeten en gedronken dan anders? Of? Ja. Ik heb er niet zo moeten naar kijken. Ik heb een paar dessertjes gegeten die ik anders wel absoluut zou laten liggen. Daar mocht van alcohol bij zijn ook deze keer. Dat heb ik niet gedaan. Dat niet. Ik heb al wel eens een glas rode wijn gedronken, maar gisteren eigenlijk... Vind je het speciaal is om zo'n eigen cross te hebben eigenlijk? Heel speciaal. Ja. Dat is ondertussen al de 17e keer. En ik heb hier heel vaak aan het langste eind mogen trekken en heel veel mensen in beweging gebracht in het dorp. En dat leeft nu. Mensen komen 1 januari hier vieren, in de feesttent, en komen naar de cross kijken. En de toppers uit Europa zijn hier aan de start, dus ik vind dat wel heel aangenaam. En heb je zelf ook kader in de organisatie vandaag, of moet je daar niks van aantrekken? Ik moet mij van de organisatie niks aantrekken. Ik heb het parcours mee uitgetekend. We hebben natuurlijk redelijk wat aanpassingen gehad door het feit dat er een nieuw gebouw is bovenop de berg komen te staan. Maar ik laat mij overal een keer zien, maar ik ben ook sportief mens van Telenet Fidea, dus ik heb hier in alle categorieën renners rijden, dus het werkt goed vandaag. En dat begint echt als papa, want de eerste klus voor die boek. Kwart voor zeven was de wekker en voilà. En hij heeft ook niet gezien, de geschiedenis. Nee, de lange 10 uur is het net. 10 uur. Dat je dan in het begin, in die afdaling, redelijk van buiten zit. Dat ze dan een paar de hekken op zoek. Die ene afdaling is er ook keigevaarlijk bij. Ja. Dat is er ook wel. Gewoon zien dat je een beetje warm bent. Dat je niet helemaal in het zweet staat. Nee, ik sta in het zweet. Maar het is maar een kwartier meer. Kom maar aan, Dubois. Je moet eigen koers rijden, hè. En Sven, is dat nu stress? Nee, niet helemaal. Ik zie dat hij daar plezier aan blijft. Nee, ik heb er eigenlijk geen stress op. Ik vind dat heel plezant, want we delen dezelfde passie. Ja. En het is ongelooflijk plezant om door de week zo samen te kunnen gaan fietsen en dat plezier aan te beleven. Ja, het is natuurlijk wel gemakkelijker dat ik er heel veel kan bijbrengen en dat dat ook geloofwaardig overkomt. Ik heb nooit niks anders gedaan. Maar echt stress? Voor zo'n wedstrijd niet echt, nee. Als dat nu over een kampioenschap moest gaan of zo, en zou moeten meedoen, dan zou dat misschien wel komen. Je kunt hem dat wel. Ik denk dat iedere ouder dat wel doet. Maar ik wil vooral proberen van de rust te vallen. Hij moet dat gewoon graag doen. En, er zijn dagen bij dat hij gewoon niet fietst. Dat laat ik hier ook gewoon doen. Misschien begint hij binnen 2-3 jaar aan iets totaal anders te shoppen. Dat kan. Keeper worden. Nee, dat kan minder. Maar dan is dat nog wel zo. In hoeverre hoop je dat hij ook zo'n carrière kan maken zoals de jouwe? Ik ga niet ontkennen dat ik dat wel graag zou willen. Omdat als je van je passie je beroep kunt maken, ja, dat is het mooiste wat dat er is. En je ziet dat hij daar heel veel plezier aan beleeft. En als hij daar dan nooit ook zijn job kan in vinden, ja, dan maakt het leven wel veel, veel aangenamer. Dus op deze moment ondersteun ik hem en probeer ik hem zo goed mogelijk te begeleiden. En als dat nooit zijn job kan worden, zal ik dat wel fantastisch vinden. Met die bal.
Niet de grote! Je stond gebroken! Kom maar aan! Dit is gewoon weggereden. Dat is een derde. Goeie, Thibaut. Geen risico's niet meer, hè. Die was prima, zo ik. Sven Nys Cycling Center. Ja. Is dit naast al uw prestaties de grootste verdienste uit uw carrière dat je dit hebt kunnen verwezenlijken? Ja, dat is iets dat, dat er alleen maar komt door het feit dat je heel lang in dat wereldje hebt vertoefd, iets betekend hebt en daar kunt voor zorgen dat verschillende instanties met elkaar gaan samenwerken, provincie, gemeente, de privésector. En dat we hier sport in Baal kunnen, of het veldrijden in Baal kunnen groot houden. En dat heeft te maken met mijn prestaties, ja, en daar ben ik heel trots op. Is dit iets wat de sportveldrijden ook groter, nog groter moet proberen maken? Ja, ook internationaal. Je merkt ook dat er heel veel vraag is vanuit Amerika en Engeland om dit centrum te komen bezoeken. En ik denk dat we inderdaad moeten proberen te vernieuwen. Dat we moeten proberen van een plaats te hebben in Vlaanderen waar permanent aan veldrijden en opleiding wordt gedaan. Permanente parcoursen ook, waar kinderen echt de voeling krijgen. Niet alleen door de bossen te fietsen, maar ook helemaal afgespannen met balkjes en trapjes en alles erop en eraan. En dat is iets unieks en ik ben er absoluut trots op dat we dat kunnen verwezenlijken. Is dit iets wat de sport ook nodig heeft om Vlaanderen, Nederland te ontstijgen? Want daar blijft veldrijden wij nog altijd naar op zoek. Hè? Maar ik denk dat we vooral goede ambassadeurs nodig hebben die de sport uitdragen buiten Vlaanderen. Daar moeten we uiteraard ook in de landen waar het nu populair is met onze vedetten naartoe gaan om daar te gaan presteren, om daar publiciteit te gaan maken voor onze sport. Dat is het belangrijkste. Maar ik heb natuurlijk een verleden in die sport en ik denk dat het ook mijn taak is om te proberen van dat ook internationaal op de kaart te blijven zetten. Ik geef ook clinics in Amerika als ik daar ben, ja. Naar bedrijven toe, naar jonge sporters toe. En ja, heel veel interviews geven, niet alleen hier bij ons in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. Heb je geen schrik dat de huidige topgeneratie niet te sterk aangetrokken wordt door de weg? Want ik heb nu al het gevoel dat een Van Aert bijvoorbeeld, dat die nu al daaraan denkt. Ja, maar in de tijd van Roger de Vlaming, in de tijd van Adrie van der Poel, dat waren ook allemaal grote kampioenen die de keuze van de weg hebben gemaakt. Je zal dat altijd hebben en de geschiedenis herhaalt zich altijd. Maar je hebt van die diehards, van die karakters die je nodig hebt. En wat men nu doet, is denk ik een beetje fout door het al aan te kondigen zoveel jaar op voorhand dat die grote kampioenen gaan verdwijnen. Laat die nu gewoon in het veld hun ding doen en we zien dat binnen een aantal jaar. Ze moeten natuurlijk nog een grote supporterschare opbouwen. Ze hebben wel wat tijd nodig, maar ze hebben wel het potentieel. Ze zijn heel spraakzaam, ze zijn communicatief, via sociale media heel sterk. En het zijn gewoon renners van een heel, heel hoog niveau. Alleen hoop ik inderdaad dat ze redelijk lang in het veld zullen blijven, want we hebben die sporters echt wel nodig. Zullen we het museum wel in de kelder gestopt? Of op de gelijk? Gelijk, dus gelijk. Ja. Van de vriendin van Elisabeth tot de coach van Sven Nys, tot de vader van Bart Welles. Nog wel de truitjes staan. Ja, maar niet alleen van veldrijden. Filip Nijragen, wereldkampioen mountainbike. Hier hangen truitjes van Kenny Belay, trail wereldkampioen.
concurrenten dan hier ook, zie ik. Maar wel eens. Erwin Vervecke, ook een beetje van alles. Ja. Is dat van Louboutin? Dat is van Louboutin, ja. Dat waren nog echte wolletruien. Nee, van die dikke wolletruien. Nee, ja. Zonder over, hè. Als je ziet hoeveel volk dat trekt, dan krijg je echt het gevoel dat ook in een voetbalstadion binnenkomt. Fantastisch. De fiets van Rollo Liberto tot mijn laatste fiets. En als je dan ziet wat dat er allemaal veranderd is. Dat zijn de bandjes van vroeger. Dan snap je ook waarom dat ze vroeger veel meer liepen dan wij nu doen. En zie hoe smal dat die bandjes waren ten opzichte van nu. En dit is de fiets waar dat Paul en Reigers in Kokzijde de schouderklop mee doet aan Richard Groenendaal. Dat zijn echt letterlijk en figuurlijk museumstukken. Dat zijn museumstukken, ja. Dat is mijn fiets van vorig jaar. Ben je hier fier op? Cannibaal van Baal? Ze hebben mij die naam gegeven. Ze geven die naam niet zomaar, hè. Die is ontstaan door het feit dat ik op een bepaald moment bijna alles won wat dat het seizoen inhield. En dat ik ook niks liet liggen, ook geen cadeautjes gaf. En het is gebleven. Ja, ben ik daar fier op? Ik vind dat wel fijn dat mensen mij vernoemen naar iets wat al wel aangenaam was, positief was. Ja. Ik denk daar eigenlijk zelf niet echt over na. Ik heb gewoon geprobeerd om mezelf te zijn. En ik had mij voorgenomen om heel mijn carrière lang er alles voor te doen, zodanig dat ik aan het einde mezelf niks kon verwijten. En ik zou iedere dag die ik ingevuld heb in mijn actieve carrière op dezelfde manier terugdoen. Ja, dan ben je een gelukkige mens. Maar hebben ze van jou een beetje een kannibaal gemaakt? Want ik herinner mij, Pijnakker, dat is voor jou een aparte datum, hè? Ja. Pijnakker was 2003, 2004. Ja. Bart Welles had een superjaar. Ja. Jij had een minderjaar. Ja. En je kon nog de wereldbeker winnen, maar dan gaat er in de eindfase gaan er nog een paar Belgen jou voorbij. Ja. Waardoor jij je ongelooflijk gepakt voelde. Ja. Ik heb altijd voor die tijd nog het gevoel gehad van, je moet anderen ook iets gunnen. En ze gaan mij ook wel eens iets gunnen als het erop aankomt. En in topsport is het keihard, het is ieder voor zich. En op dit moment heb ik voor mezelf op die knop omgedraaid en gezegd van, en nu gaan ze wat meemaken. En dat is het jaar dat ik wereldkampioen geworden ben en alle klassementen won die er te winnen vielen. En toen ben ik als sporter wel misschien voor een stukje kannibaal tussen haakjes geworden. Dus ja, soms moet je eerst eens een keer met je kop tegen de muur lopen vooral eer dat je dat beseft. Ze hebben het zelf gezocht eigenlijk. Ze hebben het zelf gezocht. Wie is in heel jouw carrière jouw grootste rival geweest, je moeilijkste concurrent? Stibar, zonder twijfel. Ik heb er misschien niet het langst tegen moeten duelleren, maar op het moment dat ik dacht, nu ga ik iets doen, deed hij dat ook. Die dacht als ik, die had capaciteiten zoals ik die had, zo technisch, een flits. Hij was nog iets sneller in de spurt. Maar hij had ook de passie en de overgave om echt zo op training zich helemaal te pletter te trainen. Als wij 3 weken moesten met elkaar trainen, we gingen elkaar dood doen. Dat was gewoon zo. Vandaag ook zien, de mensen vlakbij, de kramen, bier, hamburgers, eigenlijk zeg maar het Vlaamse feest. Dat is de basis van onze sport. Als we dat als sporter verliezen, dat contact met die mensen, of je staat daar niet meer voor open, dan is onze sport binnen de kortste keren kapot. Dat is wat dat de mensen, ze willen de renner bij wijze van spreken kunnen aanraken, kunnen voelen, aan die moeboom kunnen staan, daar een handtekening kunnen van vragen, een gesprek mee doen. Dagelijks, wekelijks die mannen echt zien. En als we dat kwijt zijn, dan is het voorbij. Het is een volksfeest, het is echt een sport van de straat. Blijft folklore een beetje. Ja, absoluut. Maar dat vind ik ook niet erg. Je kan soms beter groot zijn in iets kleins dan middelmaat in iets heel groot. Ja.
Maar toch proberen we om dat kleine groter te maken. Hè? Absoluut, je moet daar altijd proberen op in te zetten. En dat is ook mijn uitdaging naar de toekomst. Dat is mijn adrenaline, mijn drijfveer om onze sport op een hoger niveau te krijgen. Ik heb dat altijd gehad. Daarom heb ik ook geprobeerd om een voorbeeldfunctie te hebben en er ook 365 dagen van een jaar mee bezig te zijn, in te investeren. En door op die manier met mijn sport om te gaan, creëer ik voor mezelf nu nieuwe jobs. Door op een positieve manier met de pers om te gaan, kan ik commentaar geven bij wielerwedstrijden in de zomer. Krijg ik de kans van de concurrentie, want Hans van Kasteren en Telenet VD, hè, dat was eigenlijk de grote concurrentie, die bieden mij de kans om die ploeg te gaan runnen. Kan je dat alleen? Want er zijn nog anderen die eigenlijk daar aangewezen voor zijn en zich eigenlijk geroepen moeten voelen om die sport naar iedereen toe, dan niet alleen aan zichzelf te denken, maar naar iedereen. Ik kan dat absoluut niet alleen. Ik heb nu een aantal renners onder mijn hoede, binnen de eigen ploeg. En ik probeer hen zoveel mogelijk mee te geven dat winnen niet altijd het belangrijkste is. Maar je sport uitdragen en ook op een positieve manier tweede, derde en vierde kunnen zijn, dat dat ook belangrijk voor een sponsor is. Maar als die toppers op een bepaald moment een selectief programma gaan maken en hier en daar wegblijven van crossen, dan doen ze hun eigen sport eigenlijk tekort. Dat denk ik wel. Ik snap als je jong bent dat je hier en daar wel moet snoeien. Maar op een bepaald moment moeten ze hun verantwoordelijkheid dragen. En ik heb dat altijd gedaan. Dat heeft mij misschien een aantal titels gekost. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat iedere wedstrijd, groot en klein, is blijven bestaan. Dat er meer wedstrijden zijn bijgekomen en dat ze allemaal rendabel zijn. Ja, er zijn ook heel veel crossen. Er zijn ook heel veel crossen, absoluut. Te veel? Misschien is er wel een beetje een natuurlijke schifting nodig. Ze rijden nu tussen de 40 en de 45 crossen op een beperkte winter eigenlijk. Dat is vrij veel, dat zijn intensieve periodes. Ook die omstandigheden zijn ook niet altijd van de poes. Koud, warm. We komen van Las Vegas in 35 graden naar hier in een diepvries, bij wijze van spreken. Dus dat vergt ook wel wat van een lichaam. Maar het is geen contactsport. Dus er is ook wel veel meer mogelijk dan bijvoorbeeld in het voetbal. Maar er kan misschien wel wat gesnoeid worden in het programma. De rest, wat? Zo een beetje zo. Ik stop zo met je kan ook. Ja. Dat een beetje opproberen. Ik dat maar goed. Maar denk dat zo aan binnenkant bocht nog niet te slecht is. Doe maar, ze mag altijd beter doen. Kilo 5, kilo 6. Nou, ik zit na 1-3. Dat is niet. Maar 60 kilo, hè? Ja. Kilo 3, kilo 4, pak dat op. Maar zeker niet lager, hè? Nee. Maar red maar een paar rondjes. Als je job moet omschrijven, sportief manager van Telenet Lions Fidea, wat is dat dan precies? Dat houdt eigenlijk heel veel in. En dat is niet alleen het sportieve. Natuurlijk probeer ik de jongens bij te staan met raad en daad over materiaal. Over lijnen uitkiezen op het parcours, over opbouw van een trainingsweek, in overleg met hun trainers. Maar ook een programma uitstippelen samen met de ploegleiders waar ze in de zomer moeten koersen op de weg. Stages plannen samen met de mensen rondom mij. Dat houdt eigenlijk alles in. Maar het houdt ook in dat als er sponsors moeten aangesproken worden of aangetrokken worden, dat ik daar ook bij betrokken ben. En ik moet mee instaan dat de budgetten in orde blijven. Ik kan niet zomaar renners aantrekken zonder dat ik moet kijken dat dat binnen onze budgetten past. Over welk budget spreken we dan als je dit hele verhaal van deze ploeg ziet? Want ik zie heel veel campers, ik zie heel veel fietsen, ik zie heel veel mensen. Je spreekt over een budget van meer dan 1,5 miljoen euro. Dus voor een crossploeg is dat... Er zijn er een aantal met dit soort budgetten, maar wij hadden 17 renners in onze ploeg. Wij hebben er nu een aantal minder, waardoor we iets meer ruimte creëren om nog iets meer professioneel te gaan werken. En de renners die blijven nog iets meer op een goede manier te gaan ondersteunen. Maar niks te vergelijken met een voetbalploeg. Nee, schitterend af, ja. Maar is het een beetje wat je van verwacht had van deze job? Ja, het is wel wat ik ervan verwacht had. Het is een hele fijne job om te doen. En ik leer alle dagen bij. En ik ben ook bereid om veel bij te leren en om fouten te maken. Ik denk dat je af en toe moet proberen vanuit je comfortzone te treden en een keer een risicootje te durven nemen. Zodanig dat je
stappen voorwaarts maakt. Waar mag men jou op afrekenen als dat dingen niet goed lopen in deze ploeg? Mij mag men afrekenen als ik renners zie die onsportief gedrag tonen. Als ik renners zie die onder hun eigen capaciteiten presteren. En als ik financiële beslissingen maak dat onze budgetten niet meer in evenwicht zijn. Dan mag men mij daarop afrekenen. Want je hebt nu ook al ondervonden als sportief manager dat je ook wat een hoge boom bent. Hè? Absoluut. Ik was me daar wel van bewust. De ploeg verandert eigenlijk helemaal. Wij zijn van materiaal veranderd. Er is een nieuwe leiding gekomen. Dus dat zorgt er ook voor dat de renners plotseling met een heel nieuw gegeven komen. En de ene renner gaat daar al iets gemakkelijker mee om dan de andere. Dus dan ga je ook een aantal renners hebben die sowieso wat misnoegd zijn, of die ontevreden zijn, of die uitkijken naar een andere ploeg. En dat wordt dan heel snel uitvergroot als je Sven Nys bent. Maar je kan niet voor iedereen even goed doen. Ik doe gewoon mijn best om de renners die met mij willen samenwerken, om dat zo goed mogelijk in te vullen. En dat lukt vrij aardig en je merkt ook maand na maand dat veel beter klikt. Ja. En ja, iedere nieuwe stap is moeilijk. Zijn er al dingen die je in de voorbije maanden tegengekomen bent waar je denkt van oké, dat zou ik in het vervolg wel anders doen? Ik heb denk ik alle dingen die ik, als ik in deze functie ben gestapt, die ik wou ondernemen in het eerste jaar, die hebben we gedaan. Het moeilijkste voor mij was een aantal jongens afstand moeten van nemen. Ik heb daar nooit ervaring in gehad. Dat is mij vrij goed gelukt om dat op een manier te doen dat ik met die gasten nu na 1 januari nog altijd een goede babbel kan doen. Ik hou daar ook wel van, want het is een kleine wereld. Je komt elkaar altijd terug opnieuw tegen. En dat was voor mij, daar had ik het meest schrik van. Want je weet gewoon dat je een structuur uittekent waar je van een bepaalde groep renners zult afstand nemen. En om dat dan te gaan doen, dat is heel moeilijk. En dan heb ik ook een klein hartje. Zeg maar binnen 1, 2, 3 jaar, waar moet deze ploeg dan staan? Ik zou graag een ploeg hebben waarvan 2-3 renners permanent top 5 rijden. En die echt een uitstraling heeft, zowel qua materiaal als de professionele ingesteldheid van de renner. Heel hoog score, communicatief, sportief. Materiaal gewoon verzorgd en ambassadeurs willen zijn voor hun sport. En dan is dat een klein beetje een verlengstuk van wat ik altijd heb geprobeerd. Je zegt wel van ik zou graag hebben dat we constant top 5 rijden met 2-3 renners. Dat zeg je als sportief manager, had je dat gezegd als moest je zelf renner geweest zijn ook? Als renner was je alleen maar tevreden met de eerste plaats? Als renner was ik alleen maar tevreden met de eerste plaats. Maar ik heb daar ook wel op een bepaald moment afstand moeten van nemen. Omdat ik ook voelde dat er een jongere generatie kwam, omdat ik zelf wat ouder was. Dus ik ben me er wel van bewust dat je die jongens hun eigen capaciteiten heel goed moet inschatten. En als je de lat voor bepaalde renners te hoog legt, dat ze dan helemaal niet meer presteren. Dus je moet ze heel goed inschatten en ieder renner in zijn waarde laten. En proberen van het maximum uit iedere renner te halen. Want zolang er geen type Van der Poel of type Van Aert in deze ploeg zit, zal het wel zo zijn dat het meestal altijd naar Sven Nys gaat. Heb ik op dit moment het gevoel? De aandacht, ja. Voor een stuk wel, maar ik ben er wel van bewust dat dat stilaan zal weg hebben. Ik ben ook nog maar een jaar gestopt. Er wordt ook altijd nog vergeleken met Sven Nys was daar vorig jaar nog bij. Dat gaat altijd minder en minder worden. En ik ben er ook wel klaar voor om dat voor een stukje wel wat afstand van te nemen. Thank you.
het overkomt, dan kan er dan echt niets meer in de weg worden gelegd voor een fantastische zege van tegen het Idea. En dat zal de ploegbasis zijn, hij heeft zijn opjes zijn met de prestatie van zijn jongens, met de berichtingen van zijn ploeg en met de zege die wenkt voor Tom Aerts. Opgejaagd in de slotfase nog tot de wereldkampioen door Wout van Aert. Maar hij is bijna afgehouden, de doelstelling. En daar is hij bijzonder blij en trots mee aan Tom Aerts.